Het is nog steeds natuurlijk niet echt gezond wat ik nu ga maken. Maar het is ook niet zo ongezond als een echte pizza. Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We zijn vandaag aangekomen bij vlogmas dag 8. Maar ik ben dus nu een week aan het vloggen, jongens. Want ik ben vorige week vrijdag begonnen. En ja, ik ben dus nu officieel een week bezig met vlogmas. En ja, superleuk. Ik vermaak me prima. Ik vind het echt superleuk om te doen. Dus dat is echt toppie. En ja, vandaag blijf ik lekker thuis. Ik zou eigenlijk misschien naar Fontys gaan, omdat daar een voorstelling is van musical theater. Song and Dance is er nu vandaag. Maar ja, ik ben nog steeds natuurlijk een beetje ziek. En ik kan dan beter even gewoon aan mezelf denken. En vandaag lekker thuis blijven en gewoon wat huiswerk maken en zo. En ik moet nog een video filmen. Dan dat ik daar heen ga. En ja, het kost toch weer heel veel energie en zo om daarheen te gaan dan. Dus ja, ik ga nu heel even douchen. Want ik ga even mijn haartjes wassen. I did my make-up. I love it. Ik ga straks trouwens even naar de winkel. Want ik moet echt een nieuwe concealer en foundation hebben. Want mijn concealer is gewoon volledig op. Ik heb nu echt geprobeerd de allerlaatste restjes eruit te krijgen. En foundation is eigenlijk ook op. Maar ik wil alleen niet echt hele dure hebben. Dus ik ga straks even opzoeken wat een goede budget concealer en foundation is. Die gewoon het liefst eigenlijk gewoon van Essence of zo. Of Catrice, I don't know. Dus dat ga ik even opzoeken. En dan ga ik eerst straks een video opnemen. Dan ga ik naar de winkel en dan ga ik huiswerk maken. Oké. Ik ga nu naar beneden met alle apparatuur van mij. En dan ga ik zo even een video opfilmen. Even serieus. Ik bedoel een video opnemen. Ik kan niet alles tegelijk, dus ik moet even stoppen met vloggen. Is dit nou al de hele tijd zo geweest in die video? Dat hoop ik echt niet. Nou ja, in ieder geval. Ik heb video gefilmd. Superleuk. En nu ga ik zo meteen even naar de winkel. Dus ja. Moet ik eerst nog even Timmy uitlaten. Moet je even plassen zo meteen? Oké, ik ga even naar de winkel. Ik laat mijn camera even thuis. Want het is echt rot weer. En ik ga gewoon even snel heen en weer. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik ben weer thuis. En ik heb iets heel slechts meegenomen. Ik zal het jullie even showen. Oh, de keuken moet echt opgeruimd worden. Ik ben echt, ik weet niet wat het is. Ik heb dit al de hele week. Maar ik heb al de hele week zoveel zin in gewoon vet eten. Gewoon pizza en pizza en pizza. Nou, ik had dus bijna de neiging om pizza te gaan halen. Maar toen dacht ik, nee Pam, je gaat wat anders doen. Dit is ook niet gezond. Maar dit heb ik namelijk een keer eerder gemaakt. Super lekker. En toch ietsje minder erg dan een echte pizza. Dat is namelijk een wrap pizza. Dus ik heb hier mini wrapjes waar ik er dus twee van ga maken. En dan heb ik hier tomatensaus en mozzarella. Dat doe ik daarop. En dan heb je eigenlijk een soort van pizza, maar dan wel iets minder erg. Ik ga er ook niet meer dan dit op doen. En ja, de wrap zelf maakt het zeg maar iets minder erg. Want normaal als je pizza eet, is de bodem is natuurlijk super vet. Ja, het is nog steeds natuurlijk niet echt gezond wat ik nu ga maken. Maar het is ook niet zo ongezond als een echte pizza. Ik ga het toch maar niet laten zien, want ik zei, oh, minder vet. Nou, ik heb iets te veel kaas erop gedaan. Even heel snel. En ik had hem beter eerst even in het pannetje kunnen... de wrap had ik beter eerst in het pannetje kunnen doen, want dan wordt het hard. En dan pas in de oven, want nu... Ja, maar ja, is vast alsnog lekker, dus ik ga eten. Nou, mijn camera was net opeens leeg. Maar goed, ik ga heel even zingen. Want, oh, lekker laag. Want ik heb een nieuw nummer voor zangles. Now When The Rain Falls. Uit Scarlet Pimpernel. Moeilijk hè. Ha. En sorry dat ik zo laag ben trouwens. Ik ga zo meteen staan. Maar die ga ik nu even oefenen. Even een paar keer luisteren, meezingen en bla 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 bla. Oh. Te laat. Now when the rain falls, it's heavy and gray. It
zo. Want ja, anders word ik straks nog zieker. En mijn camera is nu weer leeg, dus ik moet hem nu weer even opladen. So, bye. Het is inmiddels alweer avond. En ik ben even mijn tas aan het inpakken voor morgen. Of nou ja, mijn koffertje. Want ik ga morgen naar Voorpleinen gelijk door naar mijn vader. Dus dan neem ik even een koffertje morgen mee. En dan kan ik gewoon makkelijk alles meenemen. Maar goed, ik ben dus eventjes mijn tas aan het inpakken. En dan moet ik zo meteen nog even huiswerk maken. Maar dat doe ik gewoon lekker vanuit bed. Ja, dan moet ik op tijd gaan slapen. Maar goed, dat komt goed. Ik moet natuurlijk ook zo nog even deze vlog bewerken. Hij is wel iets korter dan normaal geworden. Ik doe niet elke dag superveel nuttige dingen. En ik kan niet elke dag superveel vloggen. Moet gewoon ook een keer kunnen, hè. Dus ja, ik ga even mijn tas verder inpakken. Ga ik zo nog even huiswerk maken. En dan ga ik naar bed. Nou, mijn camera deed net een beetje raar. Ik had een stukje gefilmd net. En ik had de vlog afgesloten. En nu wilde ik het importeren. En nu gaf hij een foutmelding. En ook op mijn camera geeft hij een foutmelding van die twee filmpjes. Maar goed, dan maar even opnieuw. Ik lig lekker in bed al. En ik heb lekker al mijn lampjes in de kamer aan. Echt super leuk. En ja, daar kan ik gewoon heel gelukkig van worden. En nou ja, goed. Ik ga nu dus de vlog afsluiten. Dat had ik eigenlijk al gedaan. Maar goed. Morgen komt er geen vlog online, omdat ik weer een weekendvlog ga maken. Dus maandag komt weer de volgende vlogmas online, dan weten jullie dat. Dus niet denken dat ik het ben vergeten voor morgen of zo. Morgen komt er wel om 6 uur een andere video online, alleen geen vlogmas. Dus ja, dan weten jullie dat. En dan ga ik nu lekker slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk alsnog morgen.